Je bent erbij, de grote inclusieshow. Een show dus. Workshops heb je al 100 keer gehad, maar dit is geen werken, want dat mag je erna weer doen. En het is ook geen shoppen, want het kost je niks en je houdt er niks aan over dat je later weer moet weggooien. Oké, inclusie. Typisch zo'n ding waarvan niemand precies weet wat het is en hoe groot het is, maar wat wel iedereen weet is dat het heel belangrijk is. Hoe begin je daar dan aan? We doen daar heel simpel over. Dit is iedereen. We kijken niet naar de gangbare 90% van iedereen, maar de minder gangbare 5% en dan nog eens 5%. En dan maar eens een poging wagen. Wat maakt en doet de gemeente en wat is een reden om bij die 10% te horen? Daar ga je. Parkeerplaatsen leggen we bij bosjes aan. En in een rolstoel zitten is geen pretje. Nou, daar heb je hem. Zo'n rolstoelparkeerplaats is een uitkomst zo voor het winkelcentrum. Nog eentje. Snoeien, dat doen we. En reuma bestaat, helaas. Ja, weer een mooie oplossing. Beleid maken zijn we ook super in. Maar voor doven en slechthorenden... Tadaa! Weer zo'n mooi idee. Maar misschien heb jij betere ideeën. Dat hoeft nu nog niet hoor. In de grote inclusieshow gaan we op zoek naar simpele aanpassingen aan het werk dat je toch al deed. Aanpassingen die je werk een stevig tikkie inclusiever maken. Met veel spielerij natuurlijk. En als we dan alles buiten de box wel hebben bedacht, dan hebben we ook nog een heel erg speciale gast waar we al onze bedenksels eens aan kunnen voorleggen. Je gaat naar huis met een paar simpele extra denkstappen waar je zomaar eens een heleboel mensen blij mee kunt maken. Dus, geef jezelf op. En daarna de collega die altijd links van je zat. En dan, ter voorkoming van half werk, ook de collega rechts. Tot gauw bij de grote inclusieshow. De grote inclusieshow.